De voorzitter van de evaluatiecommissie heeft net een toelichting gegeven op de evaluatie. Wat vindt u ervan? Ik vind dat hij een heel helder evaluatierapport maken had. En ik ben hartstikke blij mooi dat ze constateren dat de UCF, University Campus Friesland, een hoogwaardige kwaliteit levert. Dus het programma wat je biedt wordt aan academisch onderwijs en onderzoek, dat is van hoge kwaliteit. En ze zien ook dat dat verdient om terug te groeien. Ze zorgen ook perspectief dat structureel aast verankeren we kan bij de universiteiten. Dus dat ziet er gewoon goed uit. Nou is de UCF een netwerk. En wat houdt dat precies in? En hoe moet dat nog uitgebreid worden? Het is een netwerk van 3 universiteiten en kennisinstellingen in Friesland die het maken ook hier werkje. En eigenlijk is dat heel modern. Want sommige mensen die denken nog dat we hier een eigenstandige, nieuwe Friese universiteit vestigen kennen. Nou, dat ken net. Maar wat wel ken, en dat is wat wij doen, op een hele slimme manier 3 universiteiten onder elkaar verbinden. En die zorgen ervoor dat er academische masters in Friesland binnen en dat er promovendi hier rondrennen. Nou, dat is heel mooi en dat kunnen we terug ontwikkelen in de komende periode. Nou was de evaluatie over een periode van 2011-2013. We zijn inmiddels 2014 en in 2015 tot en met 2019 gaat er een vervolgperiode van start. Wat is de rol van de provincie in deze periode? Nou, wij zullen met Provinciale Staten zien hoe wij verder gaan met dit initiatief van UCF. Nou, deze evaluatie jouw perspectief. En het is heel hoopvol. Van er ontstiert een bloeiend academisch klimaat in Friesland, in Ljouwert. Dus daar zullen we verder met de Staten over praten van hoe die 2e fase eruit zien kan. Er komt een voorstel van UCF in Kwarten naar USTA. Dat zullen we beoordelen. Daar zitten hele interessante dingen in. Er werd bijvoorbeeld echt nagedacht voor een residential college. Dat is een campus waar studenten en docenten wijnen en werken en studeren. Dus dat is hartstikke mooi, zo dat wij ze kennen. En dat soort vormen wij ze kennen waarin de 3 universiteiten, de Rijksuniversiteit Grees, de Technische Universiteit Twente en Wageningen, in Geerwerkje in Friesland, in Ljouwert. Nou, dat geven wij beoordelen en wij komen met een voorstel naar Provinciale Staten.